wil u iets vertellen over de traditionele Chinese geneeskunde. Veel mensen denken dat acupunctuur hetzelfde is als traditionele Chinese geneeskunde, maar dat is onjuist. Acupunctuur is maar een onderdeel ervan. Naast de acupunctuur kan je bijvoorbeeld ook behandeld worden met allerlei vormen van massages, zoals de Twina, een soort shiatsu-massage, een drukpuntmassage. Terwijl shiatsu uit Japan komt en gebaseerd is op de Japanse acupunctuur, komt Twina uit China en is gebaseerd op de Chinese acupunctuur en de leer van de meridianen. Naast shiatsu zijn er nog andere vormen van massagetechnieken, zoals gua sha en kuppen. Kuppen deden wij in de middeleeuwen in het Westen ook, en sommige indicaties, wordt gezegd door de Chinezen, zijn nog zeer zinvol om daar kuppen en gua sha bij in te zetten. Naast die vormen van massage zijn er dan nog de kruidentherapieën. En kruiden kunnen soms belangrijke effecten scoren bij de behandeling van bijvoorbeeld eczeem. Veel onderzoek naar de effecten en de veiligheid van Chinese kruidentherapie zijn er echter nog niet gedaan. En als u kruiden gebruikt, is het altijd belangrijk om ten eerste uw huisarts op de hoogte te stellen ervan. En ten tweede alleen maar kruidenpreparaten te gebruiken van een zeer betrouwbare producent. Omdat soms in Chinese kruiden van onbetrouwbare bronnen bijmengingen gevonden worden, zoals corticosteroïden, benzodiazepines of bepaalde gifstoffen. Als u betrouwbare kruidenbronnen aanboort, dan zijn deze problemen niet aanwezig. Dus de traditionele Chinese geneeskunde bestaat uit vrij veel verschillende invalshoeken. En de laatste en misschien wel de meest interessante invalshoek voor patiënten thuis is de Chinese bewegingsleer, de Qigong. Qigong lijkt op Tai Chi en beide vormen zijn ondersteunend bij behandeling van diverse aandoeningen en van bewezen nut. Er zijn inmiddels de laatste 10 jaar al een ruime 100-tal studies gedaan over de effecten van Qigong en Tai Chi op het lichaam. En steeds weer blijkt dat bijvoorbeeld Tai Chi de kans op bottenbreken bij oude mensen reduceert en dat Qigong het immuunsysteem stimuleert. U ziet dus, traditionele Chinese geneeskunde is een vrij uitgebreid palet van interventies.